het buitengebied van Friesland. Rest en rondte. Jullie wonen er prima, maar het internet, dat mag echt een stuk sneller. Bellen gaat nog via een ouderwets koperdraadje en je ziet sneeuw op je televisie als het regent. Dat moet anders. En daar gaat glasvezel van Kabel Noord door middel van de aanleg van glasvezel voor zorgen. In opdracht van de provincie Friesland leggen wij de komende jaren glasvezel aan naar de zogenaamde witte percelen in de buitengebieden van Friesland. Samen met de diverse gemeenten en aannemers bepalen we waar en wanneer de glasvezelkabels moeten worden gelegd. Een hele operatie. Je zult begrijpen dat we niet overal tegelijk kunnen beginnen. Daarom knippen we het buitengebied van Friesland op in meerdere kleine gebieden. Voordat we ergens kunnen starten met de aanleg, vragen we aan de bewoners van de adressen die in aanmerking komen of ze de glasvezelaansluiting willen hebben. Dit noemen we vraagbundeling. Hoe gaat de vraagbundeling in zijn werk? Alle mensen die in een geselecteerd vraagbundelingsgebied wonen ontvangen een glasvezel van Kabel Noord envelop op hun deurmat, ruim voordat de aanleg van start gaat. In de envelop zit een glasvezelkrant en alle informatie die je nodig bent. We nodigen je ook uit voor een speciale informatiebijeenkomst in de buurt. We beantwoorden al je vragen over het project en dus ook over de aanleg van het netwerk en de diensten van Kabel Noord. Als minimaal 60% van de bewoners in het vraagbundelingsgebied zich aanmeldt voor een abonnement, beginnen we met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Woon jij in het buitengebied van Friesland? Doe dan de online postcodecheck. Misschien krijg jij binnenkort een informatiepakket op de deurmat en dus de kans om over te stappen op supersnel internet, interactieve televisie en telefonie via de digitale snelweg. Glasvezel van Kabel Noord brengt de wereld sneller bij jou thuis. Kijk op www.glasvezelvankabelnoord.nl voor meer informatie.